Nou, eigenlijk, begin had ik het al gehoopt dat ik natuurlijk wegreed. En dacht van, als ik dit gewoon vast blijf houden, gaat het goed. Maar toen maakte ik een foutje. En toen zakte ik natuurlijk weer iets terug naar een vierde plek. En toen, op een gegeven moment, toen ik merkte dat ik bij Sanne weg was gereden. En Nicky, toen had ik een gaatje. Toen dacht ik van, dit, het podium zit er in ieder geval in. En toen dacht ik van, gewoon door blijven rijden. Ik moest nog één rondje. Dacht van, dan zit het er echt wel in. En dat lukte. Dit vind ik wel, vond ik echt een superleuk rondje. Ook omdat het natuurlijk op en neer gaat. En niet te veel vlakrechte stukken zijn. Daarom is het wel echt een superleuk rondje wat wel, maar wel ligt eigenlijk. En dit is een prima manier om 2018 te beginnen. Ja, super manier. Had niet beter kunnen gaan eigenlijk.